Welkom op de dag waar ik al maanden naar uitkijk. Vandaag namelijk op het programma de snelste in serie gebouwde Ford Mustang aller tijden. De huidige Shelby GT500. Maar omdat het blijkbaar niet voldoende is dat ik alleen maar als een soort enthousiaste pretletter achter het stuur ga zitten gillen, hebben jullie hier alvast de broodnodige informatie. Ah, kom op jongens, dit is toch lang genoeg? Ik wil rijden met dat ding. Juist. Kijk, dat lijkt er meer op, vrienden. Want als je het mij vraagt, zijn alle droge cijfers overbodig. Want als er één ding het verhaal van deze GT500 het best kan vertellen, dan is het de auto zelf. Alhoewel, heb je wel eens even goed naar die cijfers gekeken? 662 paardenkrachten, 860 Nm aan koppel en een top van meer dan 320 km per uur. Uit een Mustang, een auto die Carroll Shelby ooit betitelde als een auto voor secretaresses. Nou ja, deze is dan wel voor secretaresses met haar op de tanden. Want wat een absolute idioot, dit ding. Goed, even rustig. Want om je het drama van deze GT500 goed te kunnen uitleggen, om te laten zien hoe bizar die is, wil ik even een sprintje trekken. Dit ding heeft launch control. Maar ja, dat vind ik eigenlijk voor mietjes. En we mogen het ook niet gebruiken van Ford Nederland. Maar dat is een ander verhaal. Deze kip wil je eigenlijk gewoon eigenhandig plukken. Dus, let op. Even een beetje rustig wegrijden. Eerste versnelling haalt dit apparaat, let op, meer dan 100 km per uur in de eerste versnelling. Tweede, derde. Mijn hemel. Een werkelijk waar fabelachtige transmissie trouwens. Een Tremec 6-gangs handgeschakelde versnellingsbak. En die reacties, die klappen die hij geeft. Oh, echt, het staat overal overeind jongens. Deze auto geeft je geen hand, hij ramt op je schouder. Verslavend. Oh, dat blijft maar gaan dat ding. Maar sowieso moet je niet vergissen in deze GT500 hoor, want Shelby en Ford zijn echt tot grote hoogte gegaan om hier een serieuze auto van te maken. Ga maar na, hij heeft een koolstofvezel aandrijfas, hele goede Brembo remmen, tenminste als er niet al tientallen journalisten voor mij ze volledig naar de knoppen zouden hebben gereden. Maar bijvoorbeeld ook die neus die zo open mogelijk is gemaakt, zodat die supercharger zoveel mogelijk lucht naar binnen kan slurpen. Echt, het is een verslavende, maar ook technisch toch wel hele goede auto. Wat zeg jij? Dit is ook minpunten horen. Nou, vooruit. Hier hebben ze. Maar even serieus. Waarom zou je bij deze auto gaan zeuren over zo'n kleine brandstoftank van maar 50 liter? Waardoor je zo'n beetje elke 3 uur bij het tankstation staat. En ja, we weten inmiddels ook wel dat hij de achteras van een paardentrailer heeft. Waardoor hij op korte oneffenheden in bochten zo'n beetje alle kanten uitspringt. En ja, je staat ook wel elke maand bij je bandenboer voor een nieuw setje Goodyears. Maar weet je, dit is een auto met de zachtzinnigheid van een sloopkogel, dus just deal with it. Oh, ik zou het er allemaal voor over hebben. De geestelijk vader van de GT500 wilde dan ook dat zijn creatie alles behalve zachtzinnig zou zijn. Carroll Shelby had maar één doel, beter en sneller zijn dan de concurrentie. Met zijn kenmerkende Texaanse accent liet de voormalig parttime kippenboer en coureur er geen gras over groeien. My main objective is to blow the competition into the weeds, zei hij vaak. En dat deed hij dan ook.
En er is geen auto die Shelby's verhaal zo mooi illustreert als deze schoonheid. Een originele GT500 KR. Ga maar na. Toen Shelby eind jaren 60 hoorde van de plannen die Chevrolet had om een Camaro King of the Road op de markt te brengen, belde hij meteen met zijn advocaat in Washington. De term King of the Road bleek juridisch nog niet geclaimd, dus greep Shelby zijn kans en kwam hij bliksemsnel met deze extra krachtige GT500 op de proppen. Alles om je vijand een stapje voor te zijn. King of the Road. Ja, en twee keer raden hoe ik mij nu voel. Juist, King of the Road. Het is jammer dat de oude legende zelf deze auto niet meer heeft kunnen meemaken. Deze laatste versie van de Shelby. Maar ik denk toch dat hij ergens op een wolk met een cowboyhoed op naar ons zit te kijken. En elke keer geniet van hoe wij kunnen genieten van zijn nalatenschap. En ja, deze auto is zo onbehouden als het maar zijn kan. Maar hij kruipt wel onder je huid. En dat is wat mij betreft de essentie, het hoogst haalbare voor een Amerikaanse muscle car. Thank you, Mr. Shelby. Heerlijk.